Hoeveel mensen zijn er wereldwijd op de vlucht? Waar gaan al deze mensen naartoe en waar komen ze vandaan? Vandaag is het Wereldvluchtelingendag en zijn er nieuwe cijfers over mensen op de vlucht bekendgemaakt. We zetten voor jou de belangrijkste cijfers op een rij. Vandaag de dag zijn er maar liefst 82,4 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog, conflict en onderdrukking. Neem 95 willekeurige mensen op de wereld en er zal er altijd één tussen zitten die heeft moeten vluchten. Afgelopen jaar zijn er 2,9 miljoen vluchtelingen bijgekomen. Dat zijn net zoveel mensen als dat er in heel Noord-Holland wonen. Maar meer dan de helft, namelijk 48 miljoen, zijn op de vlucht in eigen land. En van de mensen die wel een land moesten ontvluchten, verbleven 3 van de 4 in een buurland. Wist je dat 2/3 van alle vluchtelingen maar uit 5 landen komen? Syrië, Venezuela, Afghanistan, Zuid-Soedan en Myanmar. En nog iets, 42% van alle vluchtelingen is nog maar een kind. Het land waar de meeste mensen naartoe vluchten is Turkije, met voornamelijk Syriërs. Op de tweede plek staat Colombia, waar nu vooral veel mensen uit Venezuela verblijven. Op de derde en vierde plek staan Pakistan en Oeganda, die elk 1,4 miljoen mensen opvangen. Op de vijfde plek staat een Europees land, Duitsland, die maar liefst 1,2 miljoen mensen hebben opgenomen. En in Nederland verblijven net iets meer dan 92.000 vluchtelingen. Maar bedenk dat achter al deze cijfers echte mensen schuilen. Mensen op de vlucht met allemaal hun eigen verhaal. Wil je meer weten? Ga naar vluchteling.nl/20juni. Vond je dit een interessante video? Vergeet dan niet te abonneren, te liken en voor meer video's kijk dan hier of hier.